Jongens en meisjes, ik ben jarig! Ja, leuk! Gefeliciteerd! Yeah! Maar, het leuke is, taart eindelijk, heb lekker taart hier. Lekker, maar dat je ook taartkaars nog moet doen. Maar niet de vraag, blazen. Met die corona mag dat niet. En daar moeten wij een oplossing voor vinden. Je hebt bijvoorbeeld deze challenge. Die challenge, die gaan we zo ook even doen. Maar we hebben ook andere manieren. Pak de föhn en wat bij. Staat die aan? Ja, die staat aan. Nou, 1, 2, 3. Oh. Nou, perfecto. Dat ging makkelijk. Ik schrik ervan. Zo goed. Dat is 1. Gaan we nu bij taartstukje 2. Die heeft gewerkt. En we gaan wat in de tussentijd alvast vragen. Of Mark alvast. Oh. Even voorbereiden met de cola. Tuurlijk. Alvast voorbereiden. Gaan wij eerst even de ballon pakken. En dan kunnen nog meer mensen zich voorbereiden. Door te abonneren in de tussentijd. Perfecte voorbereiding. Jelle, zal ik hem vasthouden en jij prikt? Prikken. Voor jou prikken, ouwe tijger. Oké, is goed. 3, 2, 1. Nou, nog eentje. Dat ging best wel goed. Oh, deze zit vast. Dan doen we deze. Ja. Oh, lekker nog. Tot zover onze... Dus... Maar je moet er alleen wel van ballon in je taart houden. Och, Mark, je bent jarig. We hebben bezuinigingen, dus 1/3 van de taart. Geen probleem. Dat werkt toch nog. Kijk, en minder speekseldingetjes. Zeker. Dat kwam echt uit je. Maar er kwam iets meer dan alleen lucht naar boven bij mij. Oh. Ja. Iets te snel gedronken. En hoe voelde het op deze manier het uitblazen? Heel speciaal. Ja? Ik denk dat ik dit maar 1 keer in mijn hele leven kan. Ja, dat is mooi. Maar dat betekent niet dat jij het maar 1 keer in je leven hoeft te doen. We hebben nu de laatste. En dat is het bijzondere. Want dit is namelijk de flip challenge. De flip challenge. Hij zit nu gewoon dat stukje te even overheen gedoet. De flip challenge. Ze hadden al een filmpje laten zien. Je moet deze taart flippend, als een pannenkoek, omhoog flippen. En dan moet de kaarsje uit zijn. En anders dan vliegt het studio in de fik, dus dat is helemaal prima. Ik zou zeggen, succes Jelle! En hoe doen ze dit ook alweer? Zo naar mij toe. Ja, van even af. En dan 1. Oh, ik vind het spannend eigenlijk. 2. Alles is hier van hout, dames en heren. Even voor jullie beeldvorming. Tel jij maar af, dan heb ik geen keuze meer. 3, 2, 1. Oh! Ik vergat hem op te vangen, maar... Hij is wel uit. Als we even omdraaien. Fijne verjaardag. De beste manier is ja, de boer, vind ik. Hij vond die aroma's lekker. En wil je nou leren hoe je ook zulke grote boeren kan laten zoals Mark het deed? Klik in de video die nu in beeld komt.